Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van het Oude Noorden. Vandaag gaan we klussen met Edwin. Geeft Gijs een bevlogen tour door de wijk. Vertellen jullie zelf over de sfeer. Kijken we hoe het Oude Noorden de oorlog doorkwam. En vertelt cafébaas Louisa over haar vaderland. Jullie zijn in mijn werkplaats, in de Gerard Scholtenstraat, Oude Noorden, wat vroeger wijk 11 heette, net als mijn klusbedrijfje. En ja, dit is dus eigenlijk het resultaat van jaren verbouwen, zeker nou 6 jaar bij elkaar nu. En al zeg ik het zelf, het resultaat is er natuurlijk wel een beetje naar. En een leuke bijkomstigheid is dan ook dat je uiteindelijk ontzettend veel over klussen leert in heel zo'n proces. En 2 jaar geleden ben ik daarom een klusbedrijfje begonnen. Alles wat je leert is nooit weggegooid. En ik heb er nu een hoop aan in ieder geval. Wat was er eerst, de liefde voor klussen of de liefde voor auto's? Ik denk dat dat een beetje gelijk opgaat. Roelu, dit is ook klussen aan je auto. Het zijn iets andere technieken, maar ja, het blijft toch gewoon dingen met je handen doen. Even simpel gezegd. Hier heb je wel iets specifiekere kennis voor nodig. Maar tegenwoordig op het internet vind je alles terug als er ook maar iets aan de hand is aan wat voor type auto dan ook. Ja, je kan het gewoon intypen en je komt op een forum of je krijgt een werkplaatshandboek naar boven getoverd. Het is allemaal heel makkelijk geworden. Ik bedoel, dit is wel een hobby en het moet leuk blijven. Dus je moet jezelf niet gedwongen voelen om dat te gaan doen. En ja, dan geniet je er ook niet van. En ik vind dit echt heel erg leuk om te doen. Klussen aan een oude auto? Waarom eigenlijk? In dit geval, omdat dit mijn auto is die ik al ruim 20 jaar heb. En die wil ik gewoon de weg weer op hebben. Omdat ik het ontzettend leuk vind om in dat ding te rijden. En als die klaar is? Ja. Wat dan? Is dat dan ook niet een beetje jammer? Oh nee. Nee, dat bedoel, het rijden op zich in deze auto is heel erg fijn. Dus dat is leuk. En dan is er weer ruimte voor een volgend project. En die staat al een tijdje op mij te wachten. Daar heb ik ook al aardig wat uurtjes in zitten. Maar ja, dit was noodzakelijk. Het liefst had ik er gewoon in rond blijven rijden. Ik heb bijna 20 jaar heb ik voor een elektrotechnisch installatiebedrijf gewerkt. En hoofdzakelijk storingen gedaan. En daar heb ik een beetje het vak geleerd, zullen we maar zeggen. En nu doe ik van alles. Eigenlijk alles wat ik kan en wil. Nou, hier gebeurt ook nog van alles aan de panden, gelukkig. Want dit is een heel mooi stukje van de wijk, Pijnakkerplein. Was je vroeger ook zo met je handen bezig? Ja, van jongs af aan al. Ik denk dat ik in het begin vooral heel veel gesloopt heb. En op een gegeven moment ben ik gewoon aan fietsjes gaan sleutelen. Dat vond ik leuk. Dingen uit elkaar halen, in elkaar zetten. En dan uiteindelijk ook naar je eigen wensen maken. Dat vond ik leuk. Ik denk dat het ook wel iets scheppends heeft, op de een of andere manier. Het is, ik zie niet zoveel verschil tussen een kunstenaar die een schilderij maakt en iemand die zijn oldtimer helemaal opknapt ofzo. Je maakt gewoon iets naar je eigen zin, wat je leuk vindt, waar je creativiteit in kwijt kan. Kijk jij naar de wijk door de ogen van een klusser? Nou, ik denk, het valt me natuurlijk wel het een en ander op. Vooral dat er toch gelukkig heel veel mensen zijn die die oude pandjes opkopen en helemaal weer in orde maken. Daar houdt toch ook een beetje de sfeer van zo'n wijk in stand. Een stukje verderop staat allemaal, nieuwbouw is het niet meer, dus jaren 80. Maar dat is toch een heel ander gezicht, zullen we maar zeggen. En het is heel fijn dat er toch ook mensen zijn die daar de moeite voor nemen. En zo'n wijk knapt er ook van op natuurlijk.
Wat vind jij van het Oude Noorden? Hoe is de sfeer in het Oude Noorden? Nou, ik denk dat heel veel mensen denken dat er heel veel te klagen valt. En als je er gewoon zelf eens gaat rondlopen, dan valt het hartstikke mee en is het supergezellig. Als je maar gewoon een beetje open-minded bent, dan kun je de dag van je leven hebben hier. Ja, gezellig. Ze zijn het verschrikkelijk aan het opknappen, maar het blijft toch allemaal in oude stijl. Ik vind het wel leuk dat als ze oude woningen afbreken of renoveren, dat ze dat toch een beetje in die oude stijl weer doen, dat het ertussen past. We hebben hier geen oude mensen, is overal allemaal aan verhuizen. Er komen nieuwe mensen. Rotzooiwinkels. We hebben hier geen centrum. Mensen die bijvoorbeeld huren voor een maand of drie, die doen niks aan de inrichting van de winkel, maken het niet mooi. Het Oude Noorden is gewoon een vakje apart van Rotterdam, waar heel veel energie en tijd in wordt gestoken. Door de bewoners zelf, door de gemeente en andere mensen die daar kansen en initiatieven zien. Wij hebben zoeken een grote moskee. Voor Marokkaanse mensen in het Noord. Een hele gezellige volksbuurt. Ja, met weer een eigen cultuur. Nou ja, dan ga je even kijken in het Zwaanshals, want daar waren we jaren niet geweest. En ik moet je zeggen, fantastisch. Wat is dat opgeknapt? Het heeft gewoon iets en het is gewoon moeilijk te beschrijven. Je moet er eigenlijk gewoon naartoe om het te ontdekken en te proeven. Ja. Dus nu gaan we nog verder een rondje langs de Rotkade. Het schijnt ook heel leuk geworden te zijn. Maar wij hebben een probleem hier soms voor parkeren. En het is ook heel rustig wonen, vooral in dit stukje van de wijk. Gemeente Rotterdam, Monsieur Abu Talib, dankjewel. En dan kan je misschien een grote moskee aan van ons in Rotterdam-Noord. Dankjewel. Gijs Lariviere is een kunstenaar met een sterke visie op de toekomst en het verleden van Rotterdam en het Oude Noorden. Veel mensen vinden dit een beetje een moeilijke straat. Dat is echt een straat. Ik heb ook het gevoel, dit is een beetje een soort van het Antwerpen van Rotterdam. Dat is echt een straat, is het Antwerpen van Rotterdam? Ja, ik weet niet. Ik heb altijd dat gevoel. Heb ik er altijd een beetje bij. Het is denk ik meer gesloopt dan nodig was. Kijk, al die oude stadswijken, die zijn allemaal gebouwd, weet je, tussen pak een beet 1880, 1920. Weet je, in 40 jaar tijd hebben ze hier voor een kleine 400.000 mensen bijna huizen gebouwd. Dat ging met een sneltrein vaak en op een gegeven moment was het jaren 60 nooit aan gedaan. Ja, dan krijg je natuurlijk problemen, weet je wel. Dus het is ook allemaal begrijpelijk, maar op de lange termijn, nu dus, kan je niet van al die beslissingen de vruchten van plukken. Dus ja, ik denk dat je sommige monotone blokken misschien ook moet herstellen. We zijn nu in een tijd beland van het centrum is overal staat wat, weet je wel. Maar het is nu een tijd voor vormgeven, om dingen, om de nuance, weet je, de detail. Ja, dat is ook wel leuk eigenlijk. Vaak als we dan zo'n blok neerzetten, dat die gelijk dan 150 meter lang moet zijn, weet je wel. Waardoor het wel eentonig wordt. Ja, wel, mensen zijn niet eentonig, weet je wel. Mensen zijn heel gevarieerd. Maar ja, vind jij dan dat iedereen zijn eigen kavel mag inrichten? Nou, zou ik wel leuk vinden. Echt waar? Ja. Maar sommige mensen hebben toch totaal geen smaak? Dat is bekend, dat is goed. Nee, ja. Alsof de meeste architecten smaak hebben. Architecten gaan bijna nooit wonen in de huizen die ze ontwerpen. Ze wonen vaak allemaal in een oud huis. Nou, dat zegt toch genoeg. Hij is ook te huur. Het smalste huis van Rotterdam is te huur. Maar jij zoekt smalle huizen? Ja, dat vind ik grappig. Dat is dan weer zo'n tik, weet je wel. Die is toch heel smal? In tegenstelling dat in Rotterdam alles groot, breed en hoog, hebben we ook kleine dingen. Ja, het Zwaanshals. Achter een hoop voordeuren van winkels zit ook een hoop leed. Er zijn hier een hoop jonge ondernemers naartoe getrokken. Pioniers, zo gezegd. Die alweer verdwenen zijn. Misschien gaat dat zo nou eenmaal met pioniers, maar ik vind toch beter dat je zorgt voor de mensen die voor jouw straat of wijk kiezen. En daar vind ik een hoop mis. Ik heb het gewoon met eigen ogen gezien, weet je, een hoop scheidingen, schulden en noem maar op. En eigenlijk mensen die iets moois wouden toevoegen aan een straat.
En als ze daar een verandering maken, dan denk ik dat deze straat een mooie toekomst tegemoet kan gaan. Maar dan moet je wel gezonder met je ondernemers omgaan die hier voor deze straat kiezen. Een van de dingen waar Gijs goed over nadenkt is gentrification. Het gericht opwaarderen van een buurt. Zo plakte hij ooit HEMA-stickers op een leegstaand pand. Nou, ik had een keer een grapje gemaakt dat ik dat ging over gentrification. En dan had ik een HEMA-sticker opgeplakt, binnenkort geopend. Hier, in een Zwaanshals. In de Zwaanshals, weet je, op kunstproject. Precies, huisstijl. Leek echt net echt HEMA, binnenkort geopend, op twee ramen. Allemaal mensen, oh, ga dan komen, oh, dat is goed, weet je wel. En de lokaal deelgemeente en mensen die over deze straat gaan, die werden helemaal gek. Ja, er wordt een rechtszaak, dit en dat. Ik zeg, ja, doe. Het raakte precies de snaar. Want waarom die HEMA-sticker dan? Nou, omdat ik ben heel erg fan van de HEMA, weet je. Dus dat is niet een kritiek op de HEMA, weet je. Maar er was ooit sprake van dat HEMA geïnteresseerd was om in Noord te gaan zitten. En dat zou te gek zijn als juist zo'n zaak ook op het Zwaanshals, weet je. Het zou heel veel goed zijn. Het zou meer loop creëren. Ja, en daar ging het over. Maar aan de andere kant van dat gentrification ding, weet je. Maar ook de gekte die er losbarst in dat weekend van, ja, de sticker moet weg, dat kan niet. Want dadelijk, weet je, gewoon de angst voor, Dit is wel iets wat jou dus prikkelt, hè, brandpunt, gentrification. Ja, omdat ik dat ook heel... er zit heel veel goede kanten aan natuurlijk. Maar ook... Zoals? Nou, dat een beurt weer in het zonnetje wordt gezet. Dat er gevels worden geverfd, dingen opgetuned. Dat er gek geld komt, weet je. Maar dat moet niet altijd ten koste gaan van. Want dan vind ik het modern racisme, zeg maar. Van de mensen die daar al zitten. Juist. Je moet altijd in harmonie gaan. Zeg maar. Soms heb ik het gevoel, kijk, we moeten niet ineens met z'n allen die dokappertaart gaan eten. Weet je, dan wordt het wel fucking boring van. Er is in het oude Noorden al heel veel gebouwd, gebeurd en ook weer afgebroken. En daar is veel over te vertellen. Daarom elke week een stukje wijkgeschiedenis in een notendop. Het Oude Noorden is het Oude Noorden, omdat het een van de oudste delen van Rotterdam was die nog overeind stond na het bombardement van 1940. Toch werd de wijk allesbehalve gespaard door de Duitsers. Met uiterste precisie leken ze voor de bekendste bewoners van het Oude Noorden te gaan. Namelijk de criminelen die aan de Noordsingel gehuisvest waren. Een serie bommen trof de gevangenis en vaagde de A-vleugel weg. Op internet zijn vele verhalen over de oorlog te vinden van bewoners van de wijk. Het zijn interessante stukken. Zeker omdat ze geschreven zijn door de mensen die de oorlog meemaakten en toch met computers kunnen omgaan. Zo schrijft een ene Tom van Bokhoven dat zijn schoolhoofd langskwam om bijles te geven en werd uitgenodigd om mee te eten. Het diner bestond uit een restant bruine bonen, maar maakte genoeg indruk op de docent dat hij vroeg of hij zijn portie mee naar huis mocht nemen om met zijn vrouw te delen. Ook Rotterdamse geschiedenisgoeroe Aad Engelfried heeft een site in elkaar geknutseld waar mooie verhalen op staan. Eén verhaal gaat over een bakker in het Oude Noorden die een NSB'er was. Met zijn kinderen in de Hitlerjugend was het waarschijnlijk de meest openlijke collaborateur van de wijk. Toen op dolle dinsdag 1944 het gerucht ging dat de Engelsen kwamen, heeft hij blijkbaar zijn biezen gepakt. De volgende dag had het Oude Noorden namelijk één broodjeszaak minder. Uiteindelijk wonnen de geallieerden de oorlog, zo valt ook te lezen op het internet. Maar voor het zover was, vloog er nog één Engelse piloot tegen de Noordsingelgevangenis aan. De arme knakker mikte zijn stuurloze rammelbak op de singel, maar werd blijkbaar toch onbewust naar die grote ster op de kaart van Rotterdam toegetrokken. Ze hebben hem wel geëerd met het mooie monumentje tussen de ganzenpoep naast de singel. En de gevangenis hebben ze gewoon herbouwd. Het Oude Noorden kent vele gezellige kroegen. Eén daarvan is Café Vaas, wat wordt gerund door Louisa. Ik ben in 1972 vanuit Cap Verde weggegaan. Cap Verde die heeft periodes van droogte. En toen die tijd was Cap Verde bezig om met 18e jaar achter elkaar droog te zijn, zonder regen en wat dan ook. Dus bijna alle Cap Verdianen die vluchten Cap Verde vanwege de droogte.
En maar waarom? Heb je ooit in de woestijn geleefd? Nee. Nou, dus geen werken, geen water, geen landbouw en dat soort dingen. Dus je moet gewoon. Toen ik naar Portugal kwam, was ik gewoon net 20. Ik heb in de schoenenfabriek gewerkt. Ik heb bij een familie gewerkt die 2 blinde kinderen had. Die bracht ik gewoon naar school. Na 6 jaar in Portugal vertrok Louise naar Nederland. Een hele ervaring. Je komt gewoon in een land waar je overal verdwaalt. De straten die leken allemaal hetzelfde. Het zijn taal leren. Dat was gewoon echt een bizarre ervaring. Voelde je wel eens eenzaam? Ja. Heel erg. Maar ja, ik heb mijn best gedaan. Ik spreek het nog steeds niet zo goed. Maar ik dacht, ik moet hem onder de knie krijgen. Mijn kinderen zeggen tegen mij, mama, jij gaat het nooit leren. Het interesseert me geen zekerpiet. In Nederland leerde Louise echter wel cafébaas Ruud kennen. Ze werden verliefd en Louise bleef hier. En nu kookt ze al 30 jaar elke week een lekker gerecht voor haar stamgasten. Ik ga een Portugees gerecht maken. En dat heet bacalhau com sal. En dat is met aardappels die is aan het koken. En dan ga ik kabeljauw koken zo meteen met uien, eieren. En dan maak ik er gewoon 1 pans gerecht. En hoe vaak doet u dat hier? 1 keer in de week. We zijn er gewoon, ik meen er 32 jaar geleden mee begonnen. Toen waren heel veel studenten hier als klanten. En ze zaten gewoon de hele week te drinken en slecht eten. Toen mijn man die zei, we gaan gewoon een keer in de week koken voor de gasten. En voor een appeltje en een ei. En zodoende doe ik het nog steeds. Niet meer voor de studenten, want die komen dan weinig. Maar voor de oude studenten dan, die komen nog steeds. Maar altijd Capvernis of Portugees? Nee. Ook stamppot, ertessoep, weet ik veel, gewoon alles. Ook al heeft ze het al heel lang heel fijn in het oude noorden, Louise mist Cape Verde nog steeds. Ik heb een zus, die heb ik al 3 keer gezien in mijn leven. Ze is een nakomertje. En ik heb ze gewoon. Ja, ze is mijn zus, maar wij hebben niet de band van zussen, want ik ben 22 jaar ouder dan zij. Dus hetzelfde verschil maak ik met mijn moeder. En is uw moeder wel eens hier geweest? Ja, ze is 6 keer in Nederland geweest. Ook hier in Café Vaas? Okay. Ja. Hoe vond ze dat om u hier te zien? Vreemd. Het is gewoon vreemd, een ervaring. Ze kan niet met de mensen communiceren, dus het is voor haar ook moeilijk. Maar ze ging mij altijd helpen. Afwassen en eten maken. En als uw moeder er misschien op een gegeven moment niet meer is, wat dan? Zou u dan nog wel teruggaan? Ik zou sowieso teruggaan. Ik heb ook afgesproken met haar dat ik zou teruggaan. Dit is een van mijn favoriete muziek. Ik luister als ik alleen ben. En dat heet Minha Terra, dat betekent mijn land. Ik heb heel vaak heimwee. Dan zet ik hem gewoon op en dan ga ik een pinken tranenpinkje zo. Ik mis het. Ik heb gewoon, vooral de laatste jaren, heb ik gewoon echt heel veel heimwee. Bent u uiteindelijk terugkijkend blij dat u die keuzes heeft gemaakt om naar Portugal te gaan en naar Nederland te gaan? Ik heb er geen spijt van. Hoe bent u er blij om? Ja, ik ben er blij om. Ik heb gewoon 3 prachtige kinderen en heel veel mensen zou blij mee zijn hoe mijn leven tot nu toe is gelopen.
Verplicht werken kan ook leuk zijn. Ja, omdat jullie met de camera en zo zijn. Ben je eerder gekomen? Ben ik al 10 begonnen. Was het moeilijk om uit bed te komen? Natuurlijk niet. Sus en Marta maken de buurt onveilig op hun scootmobiel. Loop je er onderdoor? Nou, ik. Ja. Ik krijg zo de vuil uit je broek. En Mounir heeft een passie voor zaalvoetbal. Dat en meer volgende week in het Oude Noorden.